Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat het niet raadzaam is om te bezuinigen in overuren van de gewapende eenheden. Zijn uitspraak is naar aanleiding van een recent schrijven van de korpsleiding over limieten ten aanzien van het aantal toegestane overuren voor medewerkers van de verschillende gewapende machten. Brunswijk zei vandaag aan journalisten dat hij met de president en de justitieminister wil praten over deze kwestie. Criminaliteit in dit land. De mijn burger ook zo. Nu de graman van lange tabbetje van Maka. Is gisteren niet bij mij gekomen. Die mensen kunnen dat weg niet gebruiken. Zo erg is het. Iedereen die over de weg rijdt, wordt beroofd. De graman moet via Frans-Guyana, via Apatou rijden naar Saint-Laurent en daar oversteken om naar hier te komen. Dus wat criminaliteit betreft, vind ik dat we echt harder moeten aanpakken. Ja, en je ziet het ook, met de dag wordt het verruw. Ruw en ruw en uiteindelijk dan is het out of control. Als we nu geen antwoord heeft op wat betreft de criminaliteitbestrijding. En vandaar dat ik heb ook gelezen in de krant daarnet dat de toelagen van overuren zijn teruggebracht naar daar. Brunswijk zegt dat het vraagstuk kwaad bloed heeft gezet bij agenten. De vicepresident deelde mee ook te zijn gebeld door enkelen die het totaal niet eens zijn met het besluit van de korpsleiding. Met één ding moet je geen grappen maken. Veiligheid moet je geen grappen maken. Daar moet je niet kan eigenlijk de matagere worden bezuinigd. En ik heb de president gezegd, op drie vlakken moeten we niet bezuinigen. Onderwijs moeten we keihard aangaan, want daar is de toekomst van ons kinderen. Volksgezondheid en justitie en politie. Maar als je nu zegt van die mensen moeten bijvoorbeeld 100 uren of zo declareren, terwijl die nodig is dat men meer overuren kunnen maken, meer werk moeten doen om criminaliteit te bestrijden, dan denk ik dat we moeten kijken. Prioriteiten kunnen we stellen om te zeggen van hé, jouw nummer. De vicepresident zegt dat er genoeg gedemotiveerde mensen zijn in het land om nu in overuren te gaan knippen. Suriname kan zich nu ook niet permitteren dat ambtenaren de straat op gaan. Volgens het schrijven vanuit de korpsleiding moeten de maatregelen om te bezuinigen inzicht verschaffen over het overwerkproces.